ça va peut-être de 20 cm. C'est quand tu sens. Ah non, je sais quand même. Oh Normandiers. Non, regarde-toi, tu te la commandes. Belgische blauwe. Wat bewijs krijg je samen in België? Wat wij bewijzen? Wij bewijzen de praktijk. Ja, maar wat is de praktijk in België? De praktijk is dat wij het beter doen dan de rest. In België heb ik het probleem van dat men... Het Belgische blauwe fokkerij is net als de Tour de France. Je weet niet wat waar is. Je weet niet welke van die harde renners een kind krijgt dat ook nog kan fietsen. Ja. En dan weet je ook goed wat ik bedoel. En er zijn er te veel bij waar dat niet werkt. Die zijn gewoon te veel opgepopt. Nou ja, dat is jammer. Ja, dan zijn de limousines en de chalois. Dat is wat meer puur natuur. Dat... Nee. Oh, ook niet. Nee, nou, niet meer of minder puur natuur. Maar wat je bij de Belgen naar moet kijken is dat je voldoende oog houdt voor maat en massa. Omdat je wordt betaald op kilo's. En als je kijkt naar kwaliteit, dan krijg je bijvoorbeeld een betere kwaliteit, krijg je bijvoorbeeld 10 cent, 20 cent, een kwartje meer per kilo. Maar heb jij 50 kilo meer, hoeveel kwaliteit meer moet je dan hebben? Want dat kwartje weegt niet op tegen die aantallen kilo's. Ja, maar het zijn geen kwartjes vaak, maar euro's. Ja, nee, bij die vleesprijzen tussen vleesvee en vleesvee zit geen euro's verschil. Dan kom je bij de wagyu's uit. En dan heb je dat Japanse vlees wat helemaal bespierd is. En dat is wel mooi. Maar dat hebben we ook. Maar dat is maar een minimarkt voor mezelf. Ja. Maar we hebben hem wel. En we bedienen hem. Dus. Beste lappen. Limousine? Blonde. Blonde. Limousine. Ah, là-bas. Ah, merci. Stress. Lekkere varkens. Daar gaat de kampioen. Ik wil dat nog even proberen.
Ik zal het te veel bekijken.